Met deze instructievideo ga ik u tonen hoe u een template kunt aanmaken. Een template is een vaste structuur van mappen en vastgestelde vooraf bepaalde namen. Hoe u die template activeert in een kast en hoe u die templates ook kunt gebruiken. U gaat naar het tabje beheer, daar heb je schablonen beheren. Dan kunnen er verschillende lijsten zijn. U maakt eventueel een nieuwe bibliotheek om ze te om uw templates te groeperen, zeg maar. En dan in uw bibliotheek kunt u een nieuwe schabloon aanmaken. In uw schabloon gaat u dus verschillende mappen wellicht aanmaken met de verschillende namen. U kunt op een map submappen aanmaken. En belangrijk is dus ook dat u per mapje verschillende vooraf bepaalde namen kunt vastleggen. U kunt uw naam van het document laten voorafgaan of beëindigen door een datumstempel. En dan kunt u verschillende formaten kiezen van de datumstempel die u wenst. Ik ga hier nog een kommaatje tussen zetten en een spatie. Zo. Als ik in dit mapje ook nog een tweede naam wil hebben. Klaar. Mijn schabloon is klaar. Ik ga het opslaan. En natuurlijk gaat het systeem vragen, omdat ik nog geen naam heb gegeven, om een naam toe te kennen. Dan klik ik gewoon op OK. En nu ga ik nieuw gemaakte schabloon toepassen of activeren op een kast. Ik ga op de kast aan waar ik dat schabloon wil activeren. Ik heb dan nog steeds onder mijn tabje beheer het menukeuze hier schabloon activeren. En uit mijn bibliotheken kan ik hier kiezen. Ik heb dan test schabloon. Ik breng die ook, ik maak die ook actief. Toepassen. Oké. En vanaf nu zal dus het schabloon beschikbaar zijn wanneer ik een dossier aanmaak. Ik kan op dit testdossier ook een schabloon activeren. Ik sta op het testdossier, schabloon toepassen, kiezen. Het gaat over het schabloon hier, inderdaad testschabloon. Ik doe toepassen en klaar. Want het feit dat het schabloon beschikbaar was, betekent nog niet dat het per se dat het toegepast was op de mappen. Wat betekent dat schabloon nu? Het feit dat ik, als ik een document ga opslaan, en ik kies bijvoorbeeld dit document, ik ga dat in testdossier opslaan, ik kies dan map 2, en ik kies dus inderdaad de vooraf bepaalde namen, die ik, of één van de vooraf bepaalde namen, om het document zijn vaste naam te geven. Op deze manier gaat dus de dossiers binnen die kast op steeds dezelfde manier gestructureerd zijn en de naamgeving van de documenten zal ook op een uniforme wijze verlopen.